Belofte maakt schuld. En ik had beloofd in mijn vorige video dat ik iets zou zeggen over lastendrukvermindering in Nederland. En wie daarvoor verantwoordelijk was en waar die persoon nu woont. Een flinke tijd geleden was er een staatssecretaris van Financiën en die staatssecretaris was de baas van de Belastingdienst. Die staatssecretaris had zelf een mooi en bloeiend bedrijf opgebouwd in Rotterdam. En daarmee was hij al echt een witte raaf, een grote uitzondering in politiek Den Haag. En hij heeft een maatregel afgeschaft. We hadden namelijk vroeger in Nederland de zogenaamde eerste dagregeling. Dat hield in dat je een bepaalde tijd van tevoren moest melden bij de Belastingdienst dat je een werknemer in dienst ging nemen. En als je dat niet deed, kreeg je uiteraard een flinke boete. De achtergrond van die maatregel was om fraude tegen te gaan, met name in de tuinbouwsector, waar mensen heel kort van tevoren een arbeidscontract kregen als de werkgever het idee had van, oh, ik krijg controle. Dus dan werd er vlug even een contract gemaakt. En die eerste dagmelding, die had dan als voordeel dat dan de inspecteur kon zeggen, hé, maar dit telt niet, want je had dit een maand van tevoren moeten doen. Wel nu, de staatssecretaris die bekeek dit en die zei van, ja, hier straf je eigenlijk alle werkgevers, omdat er een specifiek probleem is in de tuinbouw. En hij zei, ik schaf deze hele maatregel af. Gewoon, streep erdoor. De naam van deze staatssecretaris is Jan Kees de Jager. Hij is op een gegeven moment geen staatssecretaris meer en heeft besloten om zijn bedrijf elders op te bouwen. Om precies te zijn, het nieuwe bedrijf van de heer Jan Kees de Jager staat in Dubai. Een cynicus zou zeggen, hij heeft de abyss, de afgrond aanschouwd en gedacht, wegwezen hier.